sta je in het oosten van de Noordoostpolder op de kruising van de Blankenhammerweg en de Uiterdijkenweg. En ik sta hier niet zomaar. Ik sta hier namelijk omdat de bermen in deze tijd van het jaar hier heel erg mooi zijn. Waarom dat is, wordt verteld op dit bord. Het is namelijk zo dat een aantal jaren geleden is de vruchtbare bovenlaag van de bermen afgeplacht. En daardoor kregen allerlei bijzondere planten die op graaf op schrale zandgrond groeiden weer een kans. Meest in het oog springend zijn de orchideeën, maar er zijn ook nog een heleboel andere planten en dat vertelt dit bord. Maar wat groeit er behalve de orchideeën, die we straks volop nog gaan zien, wat groeit hier nou nog meer? Nou, bijvoorbeeld het geelhartje, een heel klein plantje, dat je eigenlijk bijna, als je het niet echt goed kent, over het hoofd ziet, maar ook mooie ogen troost. En kijk, twee rietorgussen, volop in bloei al, en het geel eromheen. Dat is de kleine ratelaar. De bermen hier staan vol met kleine ratelaar. Ik heb net wat uitgebloeide ratelaars gevonden. Als ik ze bij mijn oor hou en hard schud, dan hoor ik inderdaad de zaden rammelen in de vrucht. Vandaar dus de naam ratelaar. Leuk! Het meest bekend zijn de bermen natuurlijk wel van de prachtige orchideeën die echt van verre al opvallen. Zeker in de maand juni en dat is hier naast mij ook wel heel goed te zien. De rietorgens komen ook in allerlei verschillende paars schakeringen voor. Deze is bijvoorbeeld echt wel bijna purper, maar je hebt ze ook heel licht roze. Ook deze bijzondere orchidee is te vinden in de bermen. Niet op alle plekken, maar als je heel goed zoekt kan je hem vinden. De bijenorgens. Dus ik kan alleen maar iedereen aanraden om in juni naar de oostkant van de Noordoostpolder te gaan. Of je nou in Flevoland woont of van daarbuiten komt. Voor iedereen vormen de bermen een prachtig bloeiend lint.